Er mogen voorlopig geen woningen komen aan de Westervoortse dijk. Dat heeft de Raad van State afgelopen woensdag besloten. Zij is van mening dat het bouwplan voor 200 woningen te veel op gespannen voet staat met het lawaai van twee bedrijven. Het gaat om het recyclingsbedrijf Van Houtem en Metaal de Smitse. De gemeente Arnhem heeft zich hierover onzorgvuldig opgesteld, zo luidt het oordeel.